U had ook een vraag, geloof ik. Ja, voorzitter, ik ben aan het luisteren. En volgens mij hoorde ik nu toch de heer Brekelmans zeggen, wij staan open voor die spreidingswet. Tot nu toe dacht ik altijd dat de VVD zei, het staat niet vast of we daarvoor zijn in onze vorige debatten. Dus begrijp ik nu dat u zegt tegen het principe van asieldwang, we gaan gemeenten verplichten om asielzoekers op te vangen, daar zijn wij positief over als VVD. We zijn eigenlijk door de pomp, zo gezegd, net als mijn linkerbuurman. Maar de uitvoering is nog... U was al door de pomp, dat zeg ik. Maar er zijn nog wat uitvoeringskwesties waar we het over hebben ter 11e uur. Klopt dit wat ik nu zeg? Meneer Brekelmans. Nou, de heer Inmans kan niet net doen of dat hij verbaasd is. Maar ik heb meermaals ook in debatten met hem aangegeven dat wij openstaan voor een wet die leidt tot een betere spreiding. Want ik zie, ik ben ook meerdere plekken in het land geweest de afgelopen maanden, dat sommige provincies meer doen dan andere provincies. Dat sommige regio's veel meer doen dan andere regio's. Dat er binnen een regio plaatsen zijn en gemeenten zijn die zeggen, wij doen al sinds jaar en dag asielopvang en de omringende gemeenten doen niks. Ja, ik denk niet dat zo'n onevenredige verdeling dat wenselijk is. Dus ik heb altijd gezegd, ik sta open voor manieren om te kijken hoe je dat op een betere manier kunt regelen. De manier waarop en hoe je dat dan vervat in een wet en welke instrumenten daarin zitten, ja, dat is iets waar we over met elkaar in gesprek gaan. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Dus daar kan voor de heer Eertmans geen enkele verrassing in zitten. Meneer, wilt u nog verder? Ja, vervolg alsjeblieft. Het punt zit hem juist in het woord spreiding, waar u zegt we willen de boel evenrediger verdelen. Maar daar komt het punt dwang bij te kijken. Dat is een woord dat VVD liever vermijdt, het woord dwang. Het moet een spreiden en verleidingswet gaan heten, heel eufemistisch. Maar het komt natuurlijk neer op het dwingen van gemeenten buiten hun lokale bestuur om, buiten democratie in een gemeente om. Nee, u krijgt nu, net als in Turbergen, hopsieke, toch 200 asielzoekers. Morgenochtend wordt u wakker met een AZC. Dat is eigenlijk wat de staatssecretaris graag wil. Ja, dus de vraag aan de VVD is, bent u dus niet meer principieel tegen het dwingen van gemeenten, als ze daar niet op zitten te wachten, om ze toch asielzoekers te geven en te dwingen ze te huisvesten? Meneer Eekhoffmans. Kijk, de heer Eermans, en dat begrijp ik wel, die wil die wet consequent framen als een dwangwet. Alleen dat is op zichzelf heel vreemd, want iedere wet die wij met elkaar maken, ook bijvoorbeeld voor het huisvesten van statushouders, dat noemen wij ook geen dwangwet. Weet je, dat is gewoon de wet die gaat over dat gemeenten een taak hebben om statushouders te huisvesten. Op het moment dat wij wetgeving hebben die gaat over onderwijs, ja, dan noemen we dat ook niet een dwangwet over waar scholen zich aan moeten voldoen, dan noemen we dat een onderwijswet. Deze wet, waar nu over gesproken wordt, heb ik ook het kabinet meermaals horen zeggen, heeft tot doel om tot betere spreiding te komen. Dus is het een spreidingswet. Dat is één. Twee, welke instrumenten daar wel of niet voor worden ingezet. In hoeverre die wel of niet een dwingend karakter hebben. In hoeverre dat wel of niet leidt tot situaties als in Turbergen. Wat mij betreft niet. Ik vind niet dat je een gemeente moet overvallen met ineens, zonder dat zij dat zien aankomen met, oké, nu komt daar in een gebouw, komt er ineens 250 asielzoekers, terwijl het om een kleine gemeenschap gaat. Maar hoe dat die wet eruit ziet en welke systematiek daarin zit, dat gaan we bespreken op het moment dat de wet er ligt. Ik ga naar meneer Marcus, die heeft ook een interruptie voor u, meen ik. Ja,